Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Vandaag is de dag, we gaan op pad met de Peugeot 508. En niet zomaar eentje, nee, dit is de meest krachtige variant op de markt op het moment. 225 pk, 300 Nm koppel, een achterafsautomaat. En ik ga er nog niet heel veel over vertellen. We gaan het allemaal beleven, het wordt een te gekke dag. Hele mooie weg. Nou, neem jullie allemaal mee. Voor nu, let's go! Ik zei het al eerder, het is zover, de 508 op het programma vandaag en wat een uitzicht hier en sowieso de cockpit van Peugeot, de i-cockpit in deze auto, ja die springt me toch echt wel aan hoor, super overzichtelijk, het dashboard dat je kan veranderen, de verschillende drive modes natuurlijk, zo hebben we zelfs eco, normaal, sport en comfort en hier ook, het dashboard, je zou bijna kunnen zeggen het is een soort van piano. Het ziet er allemaal super spectaculair uit en het design van binnen is net zo goed als het design van buiten. En ja, we zijn er nu even mee op pad geweest en het rijdt ook verbazingwekkend goed. Dus ruim 200 pk, 300 Nm koppel. En hier in de bergen van Frankrijk doet het echt wel heel erg goed zijn werk. Soms is het systeem dat hier en daar probeert in te grijpen. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel goed voor de veiligheid van deze auto. Moet ik trouwens zeggen dat de versnellingsbak, het is helemaal geen laaie versnellingsbak. Reageert vlot, reageert goed op het gas en dat doet hij zowel in de comfort mode als in de sportstand. En dat is natuurlijk wat je wil gewoon. Zodra je gas geeft, dat je gewoon meteen die respons hebt. Ja, eigenlijk dus de eerste paar minuten bevallen me eigenlijk super goed. En het is natuurlijk helemaal geen sportieve auto en geen auto die is gemaakt om hard te rijden. Maar het design straalt dat wel uit. Het ziet er super sportief, krachtig uit. Ja, en het is echt wel heel erg gaaf. Eigenlijk ook zelf wel benieuwd natuurlijk naar de sportstand. Maar daarnaast de flippers aan het stuur. Ja, die zijn zelfs agressiever dan in de meeste Porsches. Dus dat gaan we ook gewoon meteen doen. Terug naar S2 voor deze mooie bocht. Deze is helemaal lekker. Echt wel een weg die gewoon eigenlijk gemaakt is voor kleine wendbare auto's, dan is hij natuurlijk 8 centimeter kleiner dan zijn oudere broer. Maar toch is het nog best wel een grote auto natuurlijk. En tot nu toe, en wat ook bleek uit de persconferentie, hij is wel gewoon een stuk wendbaarder dan is de vorige 508. En ook in de bergen vind je dat terug. Ja, dan natuurlijk de vraag, maar met welke modellen concurreert deze auto? Nou, de Passat komt natuurlijk naar boven. Die is iets groter dan de 508 en waarschijnlijk de BMW 3-serie. Maar dat doet hij natuurlijk in een goedkope jasje. En ik moet zeggen, zeker als je kijkt naar zijn Volkswagen concurrent, ja, dan ziet hij er toch qua design wel een stukje strakker en moderner uit. Omdat echt de dimensies in deze auto van de buitenkant, ja, echt. Het is magnifiek op zijn Frans. Ja, ik moet zeggen, zeker op deze wegen, hij doet echt goed zijn werk. En toen ik deze auto voor het eerst googelde, had ik zeker al wel hoge verwachtingen. De looks zagen er goed uit natuurlijk. En dan was het nog maar de vraag van, hoe ziet hij er nou in het echt uit? En ja, ik moet zeggen, hij heeft me toch nog doen verbazen. Het is echt gewoon een hele mooie auto om te zien. En daarnaast ook gewoon een hele goede auto. We hebben net eens een klein stukje gereden, maar kijk dit bergwegje achter me jongens. En echt, deze auto is echt bijzonder goed. En als een van de weinigen, 8 centimeter kleiner. En vele auto's worden natuurlijk groter, maar ook gewoon 70 kilo lichter. Ondanks dat, net zo praktisch als voorganger. En dat in een stuk sportiever design. Sterker nog, kijk deze achterkant jongens. Twee uitlaatpijpen en die looks van die lampen. Ja, daar ben ik wel echt verliefd op moet ik zeggen. Hier aan de zijkant de GT badge, ook carbon in deze 508, maar de binnenkant is het meest uniek. Zo hebben we hier de i-cockpit, flippers aan het stuur, agressiever ogen dan in de meeste Porsches, ja ook hier ook.
Maar ik moet echt oprecht zeggen, het design van deze auto is echt wel geslaagd. Onder de motorkant natuurlijk, ruim 200 pk, 300 Nm koppel. Ja, gegarandeerd plezier. Let's go! Deze wegen in Frankrijk, jongens, en met een Peugeot, en dat zou misschien niet de eerste auto zijn die in je opkomt wanneer je denkt van ik ga even sportief rijden door de bergen, maar ook dat is geen issue. Want dankzij het nieuwe onderstel, dankzij de nieuwe demping, kan dat ook gewoon allemaal. Het is gewoon een super functionele auto. En kijk eens hoe die bochten neemt. Wat een uitzicht sowieso. Het is zo gaaf. Het is zo mooi. En dat met ook gewoon deze auto is het gewoon echt super tof allemaal. Ja, het is echt heel vet dit. Herpin na herpin. Bocht na bocht, afdaling of omhoog, het kan allemaal en dat doet hij allemaal. Ja, nu weer iets rustiger rijden. Leek me wel een uitgelezen kans om jullie toch wat interessante en belangrijke dingen te vertellen. Want ja, jullie vragen je natuurlijk ook af, wat kost de nieuwe 508 nou eigenlijk? Nou, hij is dus verkrijgbaar in zowel de diesel variant als de benzine variant. En de diesel is verkrijgbaar vanaf om en nabij 38.000 euro. En de benzine variant van ongeveer 42.000 euro. En de huidige auto die we op het moment rijden, dat is de GT uitvoering. Met dus ruim 200 pk en 300 Nm koppel. Die is iets duurder. Ruim 54.000 euro. Ja, niet niks inderdaad. Maar ja, wat krijg je ervoor? Ja, als je het mij vraagt, toch wel een hele complete auto. Zoals jullie het net hebben gezien, we hebben het genoeg gehad om de nieuwe Peugeot 508 te mogen testen op een van de mooiste toffe wegen die ik ooit heb gereden. Maar daarnaast ook gewoon in hele smalle dorpsstraatjes op de snelweg. Ja, en eindgoed, al goed, gewoon een super, super, super complete auto. Ja, en zo heb je dus gezien, super sportiever nodig, maar ook gewoon een hele comfortabele en allround cruiser. En ja, ik draai hem even om. Al verschillende kleuren skittles, zo hebben we hier grijs, rood en paars. Ja, en een onwijs leuke auto. Denk je nou van, ik wil meer weten over deze auto, check dan zeker even het linkje in de beschrijving. Maar ja, dit is echt een aanrader. Dames en heren, onwijs bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Zie jullie heel snel. Wasselen!